De meeste dingen in het leven zijn simpel, net als deze zelfliefde kalender. En jij kunt hem heel makkelijk zelf maken. Ik laat je zien hoe. Vandaag wilde ik graag iets maken met het thema zelfliefde. Want zelfliefde is een heel breed begrip, maar in feite komt het er gewoon op neer dat je aardig bent naar jezelf en dingen doet waar jij gelukkig van wordt. En daar hebben we soms even een kleine reminder voor nodig. Dus vandaag laat ik je zien hoe je een zelfliefde kalender kunt maken. Eentje die je op je bureau kunt zetten of naast je bed, zodat je er altijd even aan herinnerd wordt dat je gewoon lief moet zijn naar jezelf. En voor deze zelfliefde kalender gebruik ik mijn eigen stempels. Ik ga je zo uitleggen hoe je dat doet. Voordat we gaan beginnen met de kalender, ga ik eerst dit blokje, daar zit een schuifje in, zodat je zo meteen de plaatjes erin kunt doen, ga ik verven. En dat doe ik met gouache. Ik denk dus altijd dat het gouache is, maar ik hoorde laatst dat het gouache is. Ik weet het helemaal niet. Waarom gaat deze niet open? Hij zit goed vast. Oké, wacht. Dit werkt altijd bij potjes spindakaas en zo. Maar hij zit echt heel erg vast. Het is gelukt, eindelijk. We hebben hem open gekregen. Ik zeg we, maar dat was ik niet in ieder geval. Deze gaan we verven. Dit blokje kun je trouwens, je kan het online bestellen, maar de meeste winkels hebben het wel. De Hema heeft het bijvoorbeeld ook. Deze geef ik een kleurtje. Ik kies voor goud, omdat ik zo meteen ook met fellere kleuren aan de slag ga. Dus dan vind ik een neutrale kleur leuk om aan de onderkant te hebben. Deze laat ik even drogen. Dan door naar de agenda, de kalender. Ik heb alvast één van de dagen als voorbeeld in de downloads gezet. Dus die kan je via de beschrijving kan je die zelf even uitprinten. Dat heb ik gedaan zodat je in ieder geval de vorm hebt. En dan kun je zelf bepalen wat je erop tekent en wat je erop schrijft en in welke stijl. Dus als je deze als vorm pakt, dan pak je een wat steviger papiertje. Want je wil natuurlijk wel dat het blijft staan. En dan gebruik je deze even als basisvorm. Je kunt natuurlijk ook zelf je vorm bepalen. Maar ik dacht, het is wel handig als jullie in ieder geval één dag hebben om als schabloon te gebruiken. Dan trek ik die lijn om en hou ik één stukje voor de tekening open. Want dat is de truc. Zo weet je zeker dat de tekeningen straks mooi op elkaar aansluiten. En de truc die ik nu uitleg geldt voor elke dag. Dus je omlijnt de zijkanten, maar de tekening die je gemaakt hebt of die erop zit, daar hou je één stukje vrij. En het is handig om daar ook twee kleine streepjes te zetten, zodat je ook echt weet waar je dan jouw tekening neer gaat zetten. Als je die weghaalt, dan zie je dus dat je op de plek waar de tekening stond, daar moet je nog even een klein streepje maken, want nu is dat gewoon normaal papier wat doorloopt. Maar op de plek die je open hebt gehouden, kun je een nieuwe tekening maken. Misschien ga je uit, dus dan kun je een discobal tekenen. Of mijn favoriete zaterdag is altijd self-care, want self-care is ook self-love. Dus ik teken een potje met huidcreme en ja, een lipstick of iets. Handig is wel om die tekening wel ervoor te laten zitten, zodat je weet tot waar je kunt tekenen. Dus nu weet ik dat ik tot hier ruimte heb om het potje crème te tekenen. Ik teken een golfje, dat lijkt een lekkere dikke dot crème. En dan kun je er nog een lipstick naast tekenen. Als ik nu de volgende dag wil tekenen, is het dus heel belangrijk dat ik deze uitknip. En dan weer hetzelfde trucje doe, maar dan hier ruimte overlaat. Dat ga ik je zo laten zien. Deze knip ik even uit. Even checken of die het nog doet. Dit is de zondag, die heb je dus al kunnen downloaden. Als je dan de zaterdag erachter zet, ja kijk, dan past die. Precies, dan pak ik. Nou, dit is nu dus de zaterdag. Dit is nu het schabloon wat je gebruikt. Dus je wisselt iedere keer de dag die je hebt getekend met de dag die je wilt tekenen. Dus dan doe je weer precies hetzelfde als wat je net deed met de zondag. Maar het verschil nu is... Waarom laat ik de hele tijd mijn pen vallen? Oh nee, laat ik weer mijn pen vallen. Dus dan teken je precies hetzelfde, maar dan stop je bij de tekening die je net hebt gemaakt. Teken je hem door, trek je naar beneden. En nu teken ik hier weer twee streepjes en dan weet ik, ah, daar is de ruimte, tot daar kan ik tekenen. Je haalt hem er vanaf en dan trek je dit lijntje wat je open hebt gehouden door, want daar zit nu natuurlijk al een tekening. Het is een beetje ingewikkeld, zo, maar eigenlijk is het heel simpel. Volgen jullie me nog? Het is eigenlijk gewoon een soort puzzel op puzzel op puzzel. Nu heb ik hier een streepje getekend, dan zet ik deze hier op, want dan weet ik tot waar ik kan tekenen. Vrijdag, nou ja, misschien lekker na een drukke week een kopje thee drinken. Dan teken je dus op deze streep die je over hebt gehouden iets wat je daarbij vindt passen. In mijn geval is dat dus thee drinken, mijn favoriete bezigheid. En die lipstick zorgt er dus voor dat ik precies weet tot waar ik dat kan doen. Dan knip ik deze weer uit en dan ga ik weer de volgende tekening maken. Zo kan je dus op een hele makkelijke manier je eigen agenda ontwerpen, je eigen kalender. En iedere keer natuurlijk met je eigen tekeningen. Dus je laatste tekening is ook iedere keer je laatste schabloon. De zondag, de zaterdag past die nog.
Ja hoor, hij past nog. En de vrijheid die we net hebben getekend, past ook. Nou, je ziet het al ontstaan. Hier komt dan zo meteen een hele rij. De zondag heb ik je al gegeven. Die kun je als schabloon gebruiken. Leef hieruit. Bedenk iets wat bij jouw dag past. Misschien is voor jou wel de maandag een ontspandag en de weekend een werkdag. Kijk daar wat je leuk vindt. En ik ben ook trouwens benieuwd wat jullie kiezen. Laat het ook even weten. Dan ga ik door naar het stempelen. Ik heb er hier al eentje klaar liggen, dacht ik. Die moet ik pakken. Als je ze dan allemaal hebt uitgeknipt, kun je ook de letters van de dagen erop schrijven. Die kun je in je eigen stijl doen, maar ik zal even laten zien hoe ik de dagen schrijf. Ik begin altijd met het tekenen van eerst de geraamtes van de letters, dus de blokletters. En omdat vrijdag best wel kort is, maak ik een grote F en hou ik veel ruimte tussen de letters, zodat ik zo meteen goed uitkom. Dus je maakt grote blokletters met veel ruimte ertussen. Dan teken ik aan één kant extra strepen. Dan krijg je een beetje dat 3D-gevoel. En die sluit ik af met streepjes aan de onderkant. Je kunt dit met een lineaal doen, maar zoals je ziet, het hoeft niet. Dit is dus de vrijdag. En ik wil graag elke vrijdag herinnerd worden aan leuke dingen die ik kan doen om mezelf blij te maken. En dat doe ik met stempels. Ook hier kun je natuurlijk elke stempel erop zetten die je leuk vindt. Ik hou het dit keer even simpel. Ik ga alleen maar voor de nummertjes. Dit zijn gek genoeg van alle stempels die ik heb ontworpen, toch degeen die ik het vaakst gebruik. Omdat het heel leuk is om bijvoorbeeld in je notitieboek of in je agenda een to-do-lijst te maken of iets wat handig is om te onthouden. En dan zijn nummers gewoon een hele leuke, vrolijke manier om dat te doen. En dit is een plastic plaatje wat er altijd bij zit. Dan kan je één van de stempels kiezen die heel gedetailleerd zijn. Dus je blijft elk lijntje zien. Dat is ook het leuke aan deze stempels. En als je dan bijvoorbeeld de 1 hebt gepakt, dat heb ik nu gedaan, plak je hem erop met de gladde kant naar het plastic. En dan kun je hem zo, hop, in de inkt drukken. Maar hier heb ik ook iets leuks bedacht. Wat je ook kunt doen, is dat je maar de helft van het getal in de inkt drukt. Dus dan hou je er eentje open. En de andere helft, die doe ik bijvoorbeeld met roze. Nu heb ik dus 2 kleuren op 1 letter. Je hoeft niet altijd maar 1 tint te gebruiken. Die plak ik, of die druk ik op het papier. En dan krijg je dus een 2 kleuren effect. Dat doe ik ook met nummer 2. Een van de redenen dat een zelfliefde agenda ook heel goed werkt, is omdat het bewezen is dat als je dingen opschrijft, dat je dus onbewust dingen beter niet alleen gaat onthouden, maar ook gaat verinnerlijken. Dus omdat je het in tekst schrijft, is bewezen mensen die hun dromen en doelen opschrijven, hebben echt veel meer kans om ze ook te bereiken. Een soort psychologisch effect van het opschrijven. En zo werkt het, hoop ik, ook met een zelfliefdeagenda. Dat als ik nu op deze dag 3 dingen ga opschrijven die ik wil doen of die ik zou willen doen, dat ik het dan ook echt ga verinnerlijken en dus ook ga doen. Ik heb hier dus nu met stempels 1, 2, 3 gezet. Dat ga ik op elke dagen doen. Nou, dit is dan de vrijdag, de donderdag. We gaan even terug in de tijd. De woensdag. Dinsdag. Maandag. En zaterdag. En de zondag. Die had ik al gemaakt. Jij kunt hier natuurlijk helemaal bedenken wat je wil opschrijven, want dat is super persoonlijk. Iets waar jij gelukkig van wordt, dat is voor een ander misschien wel zijn grootste nachtmerrie. En vice versa. Voordat ik dat ga doen, ga ik eerst eventjes, want er mist nog wel iets, zoals je ziet. Het is nog een beetje kaal. Nu ga ik de elementen die je hebt getekend, ga ik inkleuren. En dat doe ik met waterverf. Dit is hele fijne shimmerverf. Er zit veel kleur in, maar ook heel veel glans. Ik ben zo verliefd op deze kleuren. Ze zijn zo mooi subtiel. En zo kleur ik ze allemaal in. En dan schrijf ik met mijn vulpen. Even kijken wat het is. Ah, hier. Kijk, met een paar subtiele kleurtjes krijgt het al een heel ander gevoel. En dan kun je in gaan vullen wat jij per dag wilt lezen, waar je aan herinnerd wilt worden. Op zondag. Zondag vind ik altijd een hele fijne relaxdag. Dus dan schrijf ik op relax en enjoy. Want dat is ook belangrijk. Ontspannen en er ook van genieten. Want ik vind dat soms best wel moeilijk om gewoon mezelf even uit te kunnen zetten en daar ook van te genieten. Dan krijg ik stress. Dan denk ik, nou, ik ben niks aan het doen. Dus relaxen en ervan genieten. Dat vind ik een mooie.
Want relaxen is een kunst. Je kunt voor de finishing touch nog een extra randje. Dan gaat het nog meer spreken. Dit is mijn zelfliefdekalender geworden. En ik heb zelfliefde en zelfcare gecombineerd. Want zelfliefde is bijvoorbeeld meer geduld hebben voor jezelf. En zelfcare is lekker op de bank zitten met een maskertje. Die twee samen zijn naar mijn idee een gouden combinatie. Zo kun je dus alle kanten op. Schrijf op wat bij jou past. Maak het zo persoonlijk mogelijk. Zet dit neer op een prominente plek in je kamer of in je studeerkamer. Waar dan ook, zodat je maar lekker vaak ziet. En ik ben heel benieuwd naar wat jullie op je zelfliefdekalender gaan schrijven. Laat me dat hieronder even weten. En wil je nou nooit meer een video missen van dit kanaal? En dat wil je natuurlijk niet. Volg dan eventjes hier, druk hier op de abonneerknop en vergeet niet die duim omhoog te gooien. Dan blijft hij goed staan.